ding met, omdat er 150 jaar oude vloeistof in zat, hebben ze het gegeven aan... Nee, Bol en ik. Ah, Bol, ja, ja, ja. Jezus, ja, scheken, ja, ja. Kom op zeg. Ja, nee, ja. Liek heeft toch niet in de Sheffield gereden? Nee. Ja, jawel, maar ik weet het niet. Huh? Toen hij naar Elsland ging. Ja. Wat zeg je? Dat ruim je toch op en dan begint je juist. Ja, ik rij even voorbij. Kijk hoe goed het wordt. Je ziet er hartstikke dicht uit. Ben is dicht, Albert Heijn. Die mensen moeten rijden. Het zou toch een leuk begin zijn van het jaar om dat even binnen te gaan. Daarom ben ik benieuwd naar je muzikaal voornemen. Muzikaal voornemen om, voor het nieuwe jaar. Ik zal je dus dan is het maar goed dat we hier niet waren.
Dursley, ga op de stoep lopen. Kut. Vergeet het dat wel eens. Ik heb hem drie keer bij een tussengedeelte zien raken. Jezus. Ja, wat Pep, wat Tuf? Dat was daar... Ja, weet ik maar niet. Zie je die... Oh, god, dat is een teringscode aan. Doorrijden misschien? Natuurlijk niet. Misschien hoe kleiner die... Ja, maar het hoeft niet. Kut. Ja, nee, het hoeft niet. Het is wel gewoon zo netjes. Ja. Moet ook altijd. Ja. Is dat wel eens opgevallen? Dat het gewoon vaak blonde meiden zijn. Ja. Ja. Heel bot gezegd. Op de fietspaden. Yes. Ja. Wat ga jij doen met je richtingaanwijzer? Oh, die doet het wel! Bijzondere manoeuvre. Hé, wat? Ben je gewoon zo, hè? Thank you.
De oorzaak van de brand is onbekend. De schade loopt in de miljoenen. Een Amerikaanse toeriste sleept een reiswebsite voor de rechter, omdat ze tijdens een vakantie in Marokko van een kameel afviel. Zij eist een schadevergoeding, omdat er voor...